Giano, ken je hem nog? Ik heb een keer een filmpje met hem gemaakt. De boy die naar Barcelona kon, maar wegens leeftijd was hij eigenlijk nog te jong. Hij speelt nu bij Sparta en hij moet tegen PSV. Ze kunnen nog kampioen worden en hij mag met de oudere boys meedoen. Ik ben erbij. Als het goed is, weet hij van niks. Hij had wel een soort van vermoeden. Luister, als je nou wilt dat ik een keer bij jouw club langskom, laat het dan weten. Hier beneden in de comments. Daar is Sparta. Hij woont gewoon letterlijk 30 seconden van Sparta vandaan. Ik ga nu bij hem aanbellen. Ik hoop dat hij van niks weet. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag zonder zorgen. Dit is mama Giano. Ja, ja. Goedemorgen. Netjes, hè? Hier gaan de patas uit. Papa Giano in de beelden. Fernando. Niet van Phoenix, hè? Maar gewoon Fernando. Ja. Ai, boy. Vaka dan, lig je nog te slapen? Ja. Slaap je altijd met bal? Ja, altijd. Hé, hey, begin wakker te worden. Je moet zo voetballen, man. Ja. Je slaapt ook gewoon in een voetbaloutfit? Ja, Xavi. Wie is dat? Ik ken Xavi niet. Nee, ik ken hem niet, man. Van Barça. Maar hij speelt nu niet meer. Hij is gestopt, hè? Natuurlijk ja, weten we dat. Eerlijk gezegd, je hebt gewoon voor je spaargeld, ben je naar zo'n bekerwinkel gegaan, heb je al deze dingen gekocht? Nee. Oh, eerlijk gezegd? Nee. Kijk eens, beste speler. Oké. Beste speler. Beste speler. Ja, maar je mag vandaag met de oudere boys meedoen, hè? Ja. Heb je lekker geslapen? Ik heb goed geslapen. Ja? Ja. Ik ruik het, man. Het is een beetje muffy. Ik begin je tanden te poetsen. Nee, ik zeg, je doet nooit je tanden poetsen, maar nu voor camera doe je het. Nee. Ja? Altijd. Lekker je tanden gepoetst? Ja. Kun je even blazen, even ruiken? Oh, dat ruikt lekker, zeg. Je gaat met oudere boys meedoen. Vind je dat niet spannend? Nee. En laat je voeten praten? Ja. En wat zeggen ze nu? Zeggen nu dat ze het goed gaan doen. Hé, we zijn in je tuin. Ja. Ben je hier aan het trainen of train je op een voetbalveld? Voetbalveld. Ja, en dan, dit zijn al die spullen? Ja. En wat doe je dan allemaal? Oeh, geheim van de smid. Giano, even serieus, man. Ga je op kamp of zo? Wat is dit? Kapot groentetas. Ja. Ik heb een liedje van jou, hè? Ja. Is jouw Tiamo betekent? Hallo? Tiamo. Tiamo betekent, ik hou van je. Echt? Ja? Te amo, voetballende Giano. Te amo, voetballende Giano. Goed liedje? Nee, ik ken hem niet. Nee, ik heb hem voor jou gemaakt. Oh ja? Ja. Giano, de club is daar. Ja. Maar we gaan wel met de auto, toch? Ja. Oké, heel ver. Ga maar naar binnen. Is hij niet open? Oh. Hij is niet open. Ga maar. Zo. Ik wou je testen. Hè? Kom uit die auto. Kom. Kom op, we gaan lopen, man. Wat denk jij? Vaka met jou. Hé, hey, ik wil straks hard werken zien. Hè? Ik zie nu al dat je lui bent. Nee, ik ben fit. Te amo. Voetballende Giano. Lekker genieten, Giano. Ja, man. Voor mij is dat PSV. Oh, de tegenstander. Ja. Zijn ze gearriveerd? Maar ik ben niet zeker. Hey, Jael. Jael is super snel. Wat heb je daar? Opstelling. Hoe bedoel je opstelling op je telefoon? Ja, de trainer stuurt dat. Spot Giano. Ja. 11. 11, je weet zelf. Giano die is in de kleedkamer, maar ik zie hier de tegenstander. Jawel. Hoeveel gaat het worden? 2 voor ons. Hé, hey, laat even wat skills zien. Die heeft de skill voor mij. Hey, Akatri Susu. Oh, hij staat onder druk. Hey. Oh, hey. Willen jullie op de foto? Ja. Alleen maar als je mee gaat zingen. Ik ben vandaag speciaal voor Giano gekomen. Ik heb een liedje voor hem gemaakt. En het gaat zo. Te amo. Voetballende Giano. Oké, jullie moeten meedoen, anders krijg je geen foto. Te amo. Voetballende Giano. Te amo. Voetballende Giano. Hij zegt piano. Gaan we nu naar de boys. Zijn in de kleedkamer. De boys van SPARTA. Yes. De boys. Oké, en jullie hebben nu allemaal kramp. Mag ik meedoen? Jij moet meedoen.
Ik ben bij Sparta. Onder 13, ze gaan zometeen tegen PSV. Ze kunnen nog kampioen worden. Wat heb je tegen ze te zeggen? Hey, hoor je me? Ja, ja. Ja toch? Waar is die wedstrijd? Sparta, Sparta. Oké, ik kom eraan. Groot hoofd! Hey. Ja bro. Ik ga even iemand bellen, ik kom nu eraan, ik kom eraan. Moet ik Uber voor je regelen? Nee wacht, ik ga mijn broer bellen, of Uber. Wij laten horen, S-P-A-R-T-A. Ja, ze zijn begonnen aan de warming-up en Giano weet het niet, maar als hij een goal of een assist geeft, dan krijgt hij van mij een Touzani pak. Ik wil me niet nerveus maken, dus ik ga het niet tegen hem zeggen. Ze gaan nu beginnen aan de warming-up. Ewe Edgar David. Fit James? Ja. Zin erin? Deken. Goed zo, plezier maken dan. Giano is een zeker hele vaardige speler. Altijd met een lach, wat er ook gebeurt, als het nog goed gaat of niet goed gaat. Jij begint ook gewoon te lachen. Ja, dat is plezier. Dat is plezier. Daarom vind ik het ook leuk om met deze leeftijd te werken. Het is echt fantastisch. En Giano, ja, is lichtvoetig, hij is heel wendbaar, hij is vaardig. Hij heeft actie naar, hij wil graag mee verdedigen. Daar kan je alleen maar van genieten. Kijk die lach al, zie je? Dat is toch plezier, man. Heerlijk, genieten. Nou, hij is wel een groot talent. Dus hij doet vandaag met onder 13 mee tegen PSV. Spannende wedstrijd. Zit je op voetbal? Ja. Zit je in de gevangenis? Nee. Jawel, je zit achter de tralies. Wat schreeuwt een keeper als de bal voor hem is? Los! Paranderos. Kijk eens. Ben je er klaar voor? Zeker. Heb je mij zien fluiten? Ja. Wat vond je ervan? Ja. Heb je een beetje geleerd van mij hoe je moet fluiten? Oh, thanks. Pak, heb je Jamiro gezien? Nee. Jamiro, trainador, Jamiro. Nee. Kom ook. WC, up, yo. Giano, waar is Jamiro? Twee. Is jouw mattie toch van day one? Ja, de wedstrijd gaat zo beginnen, maar de scheidsrechter is even hier in de kleedkamer. Hij gaat even controleren of alle namen wel aanwezig zijn. Hanze, Fortes, Rocha, Borri, Brouwer, Van Roekel, Van der Meer, Van der Wassen. Succes. Heb je nog tips voor me? Makkelijke naam, hè? Zeg eens Mohammed. Mohammed. We hebben een plan en die gaan we zo goed mogelijk uitvoeren. We gaan alles geven, 100% inzet. Alles doen om deze wedstrijd te winnen. Helder? Ja! Niet alleen winnen voor onszelf, maar ook voor Soefje. Touzani! Go boys! Ja! Go boys! Score! 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 Score!
Ja. Als het goed is, zie je alleen de voorhoofd van Rarko. Oké, ik help je. Luister, ze staan 2-0 voor. Mm-hmm. Je bent gekomen, ze hebben voor jou gejuicht. Ja. Maar ze moeten scherp blijven. Ja. Kan jij ze zo meteen even een bespreking geven? Ja, is goed. Ja? Ja, kom. Let's go. Jimmy, pas maar niet met de les. Rarko, kom eens binnen. Fuck up, boys. Ja, doe maar. Hallo. Ik ben geblesseerd, hè? 2 seconden, even mijn broer. Kijk welke kleur dit is. Oké, mag ik bespreken? Ja, heel kort, hè? Boys, is geen... Net als je lengte. Kom, dan moeten jullie mij naar de Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam! Wij zijn trots op jullie. Wij zijn trots op jullie. Over 5 jaar zijn we allemaal profvoetballers. Over 5 jaar zijn we allemaal profvoetballers. Geef mij Rarko en Toussaint een voetbalshirt. Geef Rarko en Toussaint een voetbalshirt. We moeten even 1 minuut wachten. Het is de R tot de O, schoon Rarko. Het is de R tot de O, schoon Rarko. En doe de kaks. En doe de kaks. En doe de kaks. Tussendoor, abonneer op mijn homie, kan rechtsboven. Gewoon klikken en verder kijken naar de wedstrijd. Het is out. Je hebt 2 mooie panna's uitgedeeld. De eerste kwam zelfs een goal uit. Ik heb hem helaas niet gefilmd. Sorry. Maar ik heb het wel verteld. Ja, zeker. Maar nog belangrijker, je hebt goed gespeeld. Heb je nou een hat-trick gemaakt? Ja, man. Hoe voelt dat? Ja, voelde heel fijn. Was je blij dat je mee mocht doen met de oudere boys? Ja, heel blij. Moment suprême. Waarom maak je schwalbe? Je had helemaal niks. Echt waar, hij trapt voor Nee. Ik heb nog bewijs. Ja, laat zien dan. Ik geloof je niet. Kijk niet. Hij heeft gewoon helemaal getrapt. Even kijken. Oké. Ik dacht echt dat je een schwalbe had gemaakt, man. Ik dacht echt, hij gaat er allemaal trucjes doen. Hij gaat opstaan, doet alsof hij pijn heeft. Maar. Hey, trainer staat hier ook, hè? Nou, hij heeft het goed gedaan. Hè. Het is altijd even wennen hè. Met een team hoger. Ook nog tegen PSV. Hè. Dus een goede, gewaagde tegenstander. Maar hij heeft het heel goed gedaan. Buiten dat hij natuurlijk 3 keer heeft gescoord. Hij was echt bezig zonder bal. Vrij lopen. Hè. Vooruitdenken. Snel handelen. Een paar acties. Ja. En binnen het verdedigen deed hij ook zijn best. Een paar keer in het duel, goede veroveringen. Dus ik denk een mooie stap voor hem, ook zeker richting volgend seizoen. Want dan komt hij bij mij in onder 13. Wow, dat zijn mooie woorden. Ja, dankjewel trainer. Je hebt het verdiend, jij doet het. Nu is het even feestje kick dan. Man, 4-0 gewonnen, maar het belangrijkste is, wat vond je van vandaag? Neem ons mee. Ik vond vandaag een hele goede wedstrijd. Jaartje ouder, PSV, hoofdveld, veel publiek. Goaltjes, 3. Jantje. En Jantje en Sofie, Jantje en Hattrick. Even tussendoor, is je haar goed? Ja. Ja, smooth papi boy? Ja. Ja, toch? Oké. Ja, en ik heb het je niet verteld, maar tijdens een wandeling had ik gezegd van nou, als hij 1 keer scoort of een assist geeft, dan krijg je een Toussaint outfit. Die krijg jij. Hé bro, niet dat je 3 keer hebt gescoord, krijg je 3 of nee, zo. Nee. Gewoon 1 keer. Ja. Nou ja, en voor de rest gaan we nu maar afsluiten. Ja. Vond je deze video nou tof en wil je dat ik het vaker doe, doe dan een blauw duimpje omhoog. Wil je dat ik naar jouw club kom, laat het dan weten beneden in de comments. Abonneer, anders ben je geen... voetballer meer. En nu van het internet af dat je MB's opzet. Trouwens, 2 MB's zijn nu in beeld.